lekker kaasvleegje hoor. Njom, 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 njom. Dat is geen oma, maar deze is wel lekker. Dinsdag en ik heb vandaag soort van onverwachts mijn acne-examen. Ik was best wel lang op zoek naar een acne-model en ik kon steeds maar niemand vinden, dus ik had eigenlijk niet verwacht dat ik het examen vandaag kon maken. Maar gisteravond had een vriendinnetje van Joy gereageerd en zij gaat voor mijn model zitten. Super lief, Lisa heet ze. Dus ik ga me nu eventjes klaarmaken. Even wat make-up op mijn gezicht smeren. Ik heb mijn praktijkjasje hier al onderaan. Deze trui van Colourful Rebel. Want het is echt rete koud op de scooter. Ik ga zo meteen nog even naar de HEMA om een cadeautje te kopen voor Lisa. Als bedankje dat ze met me mee wilt. Want door haar kan ik mijn examen maken. Dus ik ga even mijn make-up doen. Even de pil nemen. En dan klaarmaken voor het acne-examen. Ik moet er om 12:30 zijn. En dan is mijn examen van 12:30 tot 14:45. En dan moet ik van 14:30 tot 16:30 in de spa. Dus ik ben rond 17:00 zoiets thuis. Dus dat is op zich wel chill. Make-up zit erop. Ik krijg best wel vaak de vraag welke mascara ik gebruik. Maar dat is deze van Maybelline. Stil even scherp. De Rocket Volume Express mascara. Niet in de waterproof, want ik haat echt waterproof mascara. Qua concealer gebruik ik deze Fit Me Concealer. Ook van Maybelline in de kleur 20. Die gebruik ik alleen onder mijn ogen. En dan voor mijn wenkbrauwen gebruik ik het Catrice paletje. En dan de donkerste kleur. De NYX wenkbrauw gel. En dan een kwastje van Kiko. En een borsteltje van de Ethos. Dat is eigenlijk altijd wat ik qua make-up gebruik. En soms doe ik ook nog oogpotlood boven aan de bovenkant. Want dan lijkt je wimpers voller. En deze is gewoon van Essence. Dat is allemaal qua make-up wat ik gebruik. En dan ga ik nu eventjes mijn haar doen. Verder aankleden. Oh, ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Tanden poetsen. Alles pakken voor het examen. En dan eventjes naar de HEMA een cadeautje halen voor Lisa. Want ik vind het echt super, super lief dat ze mee wilt. Als zij zeg maar niet mee was gegaan, dan had ik geen model gehad. Dat ik mijn examen niet kunnen maken. Dus dat is natuurlijk echt super lief dat ze mee wilt en mee kan en mee gaat. Dus ja, heel erg blij mee. Ik ga eventjes verder. En dan zie ik jullie denk ik strakjes weer of na het examen en hopelijk ben ik geslaagd. Ik weet niet eens of we het gelijk te horen krijgen. Ik ben wel geslaagd voor mijn Nederlands examen die ik vorige week had. Ik had spreken en gesprekken. Dus gesprekken moest ik discussiëren met Kim en spreken moest ik een presentatie geven. En voor mijn presentatie heb ik een 9,4. En voor mijn gesprekken, dus die discussie, heb ik een 8,7. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik hoop dat het vandaag ook zo goed gaat. Dus ja. Ik ben eindelijk terug van mijn examen en van stage en van de spa en zo. Het is nu 5:10. Ik had om 1:00 tot 2:15 had ik mijn examen. Ik weet niet hoe het ging. Want zeg maar, ik deed alles gewoon zoals het hoorde. De puzzels en comedonen die ik moest uitdrukken, die waren uiteindelijk helemaal leeg. Alleen, het enige waar ik om twijfel is dat het ging best wel moeizaam, zeg maar, het uitdrukken. Omdat de comedonen zaten best wel diep. Dus de een ging makkelijker dan de ander. Dus ik weet het niet zo goed. Ik heb echt oprecht geen idee of het goed is gegaan of niet. Maar ik denk dat we deze week de uitslag krijgen. Dus zal ik jullie het ook laten weten. En daarna moest ik van 3:30 tot 16:30 in de spa stage lopen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben nu lekker thuis. Ik ben alleen thuis. Ik ga eventjes mijn bed opmaken. Want dat is nog een zootje. En dan ga ik zo meteen eventjes wat eten. Maar ik weet nog niet wat ik ga eten. Want ik eet in mijn eentje denk ik. Dus ik weet niet wat. Maar ik wil eigenlijk wel zin in pasta, maar ik denk dat mijn vader die pasta heeft gehaald voor morgen of zo. Dus misschien dat het gewoon een broodje wordt. In mijn weekvlog had ik ook
verkeerd, zeg maar, gedaan. Want ik had hem wel geüpload en alles. Alleen ik was vergeten op het blauwe knopje te klikken. En als je niet op het blauwe knopje klikt, dan staat hij wel op YouTube. Maar hij wordt niet geüpload, zeg maar. Dus hij was wel geüpload, maar nog niet opgeslagen. Dus hij is pas net online gekomen om 5 uur in plaats van 4 uur. Maar volgens mij vonden jullie dat niet heel erg. Dus ja, ik ga even mijn kamer opruimen. Mijn praktijkjasje uittrekken, want die heb ik hieronder nog aan. En dan vanavond bij Mew slapen als het goed is. Of hij komt hier slapen, dat weet ik niet. Maar we slapen in ieder geval wel samen, dus dat is heel gezellig. Het is woensdag vandaag, het is nu 10:15. Ik moet om 10:30 bij Ro zijn. We gaan samen naar school tot 4 uur. Ik moet nog even wat droog shampoo op mijn haar doen, want het is een beetje vettig. Ik heb deze trui aan van Colorful Rebel. Broek van Zara en mijn Nikki schoenen. Ik ben thuis van school. Volgens mij was het vanmorgen een beetje een chaotisch stukje wat ik gefilmd had. Maar ik vertelde in ieder geval dat ik naar school moest van 11 uur tot 4 of 4:30. Maar het is nu al 4:30 en ik ben al thuis. Mocht eerder weg, super chill. Ik ga even mijn jas uitdoen, want ik moet echt super nodig plassen. En had ik nou vanmorgen laten zien wat ik aan had? Ik weet het niet, maar ik had in ieder geval deze trui aan van Colorful Rebel. Die zit echt super lekker. En daarbij had ik gewoon mijn mom jeans aan van de Zara met mijn nieuwe Nikki schoenen eronder. Heel bijna om. En ik had trouwens Nikki gemaild over de broek. Want in mijn vorige weekvlog had ik gezegd dat ik wat items van Nikki had ontvangen. Of was het in deze weekvlog? Volgens mij vorige. Dat ik wat items van Nikki had ontvangen. Alleen dat de broek voor mij te klein is. Dus ik heb gemaild en ik mag deze terugsturen. En dan krijg ik een maatje groter. Dus dat is echt super fijn. En natuurlijk ook fijn voor hun. Want anders ligt hier een product wat niet gedragen wordt. Ik ga eventjes plassen, want ik moet heel erg plassen. Misschien dat ik Milan straks van zijn werk moet halen. Dus dan moet ik weer terug, want zijn werk zit naast mijn school. Maar goed, ik had geen zin om 2 uur te wachten. Ik ga vanavond ook even lekker mijn haar wassen. Ik kon vanmorgen de droogshampoo niet meer vinden. Maar ik ga vanavond gewoon even lekker wassen. En meisje van plezier verder kijken, want ik ben bijna klaar. Ik zit volgens mij op aflevering 9 of zo en het zijn er 10. Dus dat ga ik lekker verder kijken. En er was trouwens gisteren een pakketje binnengekomen. Die zal ik eventjes laten zien. Als allereerst nog een cadeautje voor Milan voor de kerst. Omdat eerste kerstdag ben ik bij hem. Maar ik krijg die schoenen pas de tweede kerstdag. En hij wilde graag deze trui. Dus ik dacht, weet je, krijgt hij die was op eerste kerstdag. Maar het is dus een zwarte hoodie gewoon. Maar hij heeft best wel een leuke achterkant. Dit staat erop en die is van Boohoo Man. De kwaliteit voelt wel een beetje krekkie aan. Wow, ik ben echt heel overbelicht. Maar de trui voelt wel, de kwaliteit is wel een beetje krekkie. Ik heb een S voor hem besteld. En het model is ook niet heel mooi. Maar bij Boohoo is het €13 om te retourneren. En nu zei ook van, als hij na een paar keer dragen niet meer mooi is, dan doen we hem weg. Maar goed. En ik had bij de H&M een nieuw pantalon besteld. Omdat ik moet altijd voor stage in de spa, dus op donderdag en dinsdag, een pantalon dragen. Dus ik wilde er nog even eentje bij hebben. Maar volgens mij is deze anders dan die ik al had. Maar ik ga hem straks wel gewoon eventjes passen. Het is in ieder geval de slacks regular waist. In de enkel lengte. Stelt hij scherp? Niet echt. Maar het is in ieder geval met een elastieke band. En deze is 1999. Dus die ga ik zo meteen eventjes passen. En anders moet ik die terugsturen. En ik heb dus echt een soort van gezeik met de Zara. Want ik had dus 2 jassen besteld. Die ik uiteindelijk niet wilde houden. Dus heb geretourneerd binnen de tijd. Want ik had tot 18 november had ik de tijd. En ik heb het 14 november geretourneerd bij PostNL. Maar omdat Zara en PostNL niet meer samenwerken, maar nu samenwerken met DHL, moest ik gewoon betalen. Dus nou, dat heb ik gedaan. Alleen ik ben dat verzendbewijsje kwijt. Ik heb nog wel de afschriften van mijn rekening, maar daar kunnen ze dus niks mee. Maar dat verzendbewijsje heb ik dus niet. Maar Zara beweert dus dat ik het niet binnen de bepaalde tijd geretourneerd heb. Terwijl dat dus wel zo is. Ik had zelfs nog 4 dagen de tijd. Dus ik ga morgen eventjes naar de Primera. In de hoop dat zij die verzendbewijsje kunnen terugvinden of iets. Want ik weet nog wel, ik heb het op 14 november geretourneerd om 3:55. Dus misschien dat ze daar iets mee kunnen in dat systeem of zo. Ik heb geen idee. Maar anders moet ik dus dat pakket weer ontvangen. En moet ik alsnog €120 betalen voor 2 jassen die ik niet wil. En ik vind dat gewoon best wel een slechte service van Zara. Want Zara is zo groot. En het is gewoon binnen de tijd geretourneerd. Ik heb ook nog een screenshot gestuurd van mijn afschriften, maar daar doen ze niks mee. Dus waarom ben ik zo overbelicht de hele tijd? Helpt dit? Beetje, maar goed. Ik ga eventjes plassen, want dat moet ik nog steeds doen. Even stroopwafels pakken of zo, want ik heb trek in lekker
koekje en een filmpje kijken. Ik was heel erg leuk van plan vanmorgen om te filmen hoe ik mijn make-up ging doen, hoe ik mijn haar ging stylen. Tot opeens mijn camera uitviel en ik dus vergeten ben mijn batterij op te laden. Maar zoals jullie kunnen zien heb ik dus mijn make-up gedaan en mijn haar gesteld. Voor mijn gevoel wordt het wel steeds weer wat donkerder. Terwijl ik het... Oh, Sam die laat het vallen. Terwijl ik het anderhalve maand geleden dus blond heb gemaakt. Voor mijn gevoel... Wordt het weer donkerder of zo? Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, het is donderdag vandaag. En ik heb vandaag stage van 14:30 tot 8:00. In de spa, dus dat is heel erg gezellig. Gaan we ook altijd met z'n allen avond eten. En zo'n afterborrel. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik ga zo meteen eventjes mijn nieuwe pantalon passen van de H&M. Als die past, doe ik die gelijk lekker aan. En ga ik me zo meteen even klaarmaken. Of nou, aankleden. Het is nu, hoe laat? Het is 12:45. Dus ik hoef pas over een uurtje en een kwartier weg. Dus ik ga nog eventjes lekker op bed filmpjes kijken. Even wat eten verzamelen voor vanavond toe mee te nemen. En als ik geen eten kan vinden, moet ik nog even naar de Albert Heijn om dat te halen. Ik heb deze heerlijke badjas aan van de H&M. Hij was toen in de sale, dus ik weet niet of ze hem nog hebben. Maar ja, ik wil dus heel graag mijn haar weer verven eigenlijk. Maar ik denk dat ik dat eventjes nog niet ga doen voor de conditie van mijn haar. Maar in februari wil ik het denk ik gaan verven weer. Even wat highlights erbij zetten. Want dan ben ik ook jarig en dan kan ik het ook gratis laten doen bij mijn stage. Bij mij op stage mag je 1 keer in de 6 weken gaat je haar knippen en verven. Dus ik denk dat ik dat dan ga laten doen. Maar voor nu wil ik het gewoon eventjes gezond laten groeien. En ik ben natuurlijk die berenpillen aan het slikken. Dus ik hoop dat dat ook een beetje gaat werken. Dus ja. Zo. En dan gewoon. Ik denk dat het bij mij ook echt niet gaat lukken hoor. Ja, ik wil ook goed. Nou, is het helemaal op nul, dus graag willen wij. Welkom bij de toestemming alsjeblieft. Hoi. Mag ik een McFlurry M&M met karamel? Ja. McFlurry M&M zonder saus. Ja. Een McFlurry Oreo zonder saus. Ja. 20 kipnuggets. Nog saus nog erbij. 2 keer zoetzuur. En 1 keer 6 kipnuggets. Nog saus nog erbij. Ook zoetzuur. En dan nog iets. En een sundae karamel. Dat was hem zo. Ja. Ik denk dat 95 mag het doorheen. Dank u vriendelijk, meneer. Ik ben echt niet dan. Jij loopt heel de tijd aan te tikken. Oh mijn god. Huh? Dat stuurt ze mij helemaal om! Hoor. Hiermee mag je eigenlijk vast eten. Ja. Ja. Love for Christmas. There is just one thing I need. Het is 8:15 en ik ben thuis van de spa. We hadden vandaag 0 behandelingen. Dus Veronica heeft eventjes mijn wenkbrauwen gedaan. En ging toen aan ons leren hoe je dat dus met zijn touwtje kan doen. Dus mijn wenkbrauwtjes is helemaal mooi gedaan. We gingen nagels lakken. Niet te weinig, maar ging gewoon even nagels lakken. Toen hadden we pauze, gingen we naar de Mac. En daarna gingen we opruimen en mochten we alweer weg. Dus we hebben echt helemaal niks gedaan vandaag. Er zijn 2 pakketjes binnen. En ik heb geen idee wat het is. Dus dat ga ik eventjes met jullie openmaken. En daarna ga ik eventjes plassen, want ik moet heel erg plassen. Ik ga beginnen met dit. Want er staat op Pink Shellac. Maar ik heb dus voor de kerst krijg ik van mijn vader zo'n starterspakket. Zo'n gel-lak pakket. Want ik wil dus alsnog wel nagels gaan doen en dus mensen gaan behandelen. Oh. Is het wel? Ik heb dus alvast het Pink Shellac magazine binnengekregen. En morgen komt dan dat pakket binnen. Het is dus een boekje wat erin zit. Ik dacht dat vandaag het pakket al geleverd zou worden. Maar die wordt morgen dus waarschijnlijk geleverd. En nu zit alleen nog het magazine erin van dat Pink Shellac. Maar ik krijg het dus van mijn vader voor de kerst. Zo'n starterspakket. Want ik wil heel erg graag toch iets met dit gaan doen. Met de schone specialistenopleiding, zeg maar. Omdat ik het gewoon zonde vind om er niks mee te doen. Want ik vind het wel heel erg leuk. Alleen gewoon niet als vaste baan. Maar wel als hobby. Dus ik heb nu een gel lak besteld. Een gel lak set besteld. En ik ga ook een Instagram account en alles aanmaken. Zodat ik mensen hun nagels kan gaan doen. En ik wil misschien dan
voor mijn verjaardag een cursus wimperlifting of iets gaan doen. Of wimper extensions of iets. Dus dat komt eraan, maar pas vanaf het nieuwe jaar. Want ik krijg die set pas voor kerst, dus vandaar. Maar dat is dus wat er in het eerste pakketje zat. En het tweede pakketje heb ik echt oprecht geen idee waarvan dit is. Ik heb volgens mij namelijk ook niks besteld. Oh, ik weet al wat dit is. Dit is mijn kerstcadeautje wat ik van mijn oma krijg. Namelijk een kettingje van Lot. Maar dat zit in dit zakje. Dus die moet ik nog eventjes ingepakt laten. Want dat krijg ik van mijn oma voor kerst. Maar dat moest ik eventjes bestellen. Dus die gaat onder de kerstboom. Nou, niet heel veel pakketjes waar ik dus nu wat aan heb. Ik ga eventjes plassen, want ik moet echt super nodig plassen. Eventjes wat drinken, want ik heb ook heel erg dorst. En dan ga ik eventjes mijn spullen pakken voor morgen voor stage. Want ik slaap vanaf bij Milan. Dus daar ga ik straks heen. Maar ik ga eerst eventjes lekker even een filmpje kijken. Even plassen, even wat drinken. En daarna rustig mijn tas pakken, want het regent ook nog. Dus ik wil eigenlijk wachten totdat het droog is buiten. En dan ga ik bij Mio slapen vanavond. En van het weekend, ga ik van het weekend wel doen. Ja, we gaan zaterdag gaan buiten eten met Milan, Sam, Joy, dat is zijn vriendinnetje, mijn vader en de nieuwe vriendin van mijn vader. Want mijn vader die is maandag jarig, maar maandag moet ik werken, moet Sam voetballen. Dus we komen niet zo goed uit, dus we gaan dan zaterdag uit eten. En overdag wil ik eventjes een video opnemen misschien. En zaterdag, ik heb nog geen idee wat ik dit weekend ga doen. Lekker rustig weekendje. Morgen heb ik ook nog geen plannen, dus dat is helemaal top. Volgende week wordt wel ook heel erg leuk, want dan ga ik samen met Milan naar Nicky in concert. Daar zijn we voor uitgenodigd. En die vrijdag hebben we de verjaardag van Zoe, dus gaan we met z'n allen uit. Dus dat is wel heel erg gezellig. Het is vandaag zaterdag, zoals jullie misschien kunnen zien, heb ik mijn make-up nog niet gedaan. Want ik ga zo meteen een kerstlook video opnemen. Maar ik wilde jullie eerst eventjes wat pakketjes laten zien die ik weer van Chiquelle heb ontvangen. En van Naked. Want daar zitten ook een paar leuke kerstitems tussen. Dus ik dacht, dat is misschien wel leuk om ook aan je te laten zien. Als een beetje een soort van inspiratie voor de feestdagen. Want ik weet zelf ook nog niet wat ik aantrek. Ik heb gisteren een heel erg leuk rokje bij de Zara besteld. Die komt als het goed is dinsdag of woensdag binnen. Dus als dat wat is, zal ik het wel laten zien. Ik ga even beginnen met de items van Naked. De kortingscode staat weer gewoon in de beschrijving. Als eerst heb ik een Bordeaux Royale Flair. Ik dacht eigenlijk dat ik hem in het zwart had besteld. Maar blijkbaar in het rood. Ik heb hem in een maatje 34. En dit is dus als het goed is een flarebroek met een split aan de voorkant. Het voelt wel echt als een heel erg lekker stofje in ieder geval. Oh, en er zit een rits aan de zijkant. Dat is heel chill. De kwaliteit klinkt wel een beetje cracky. Oké. Maar het is in ieder geval een mooie bordeaux rode flarebroek. En zoals ik al zei, heeft hij aan de voorkant geen split. Oh jawel. Er zit aan de voorkant een ritsje. Ik dacht dat het gewoon een split was, maar het is een ritsje. Die je aan de voorkant open kunt doen. Ik heb hem dus in een maatje 34. Aan de achterkant heeft hij van die nepzakken. En het is een beetje... Wat is dit voor spul? Ik weet het niet echt. Maar het is in ieder geval wel een mooi stofje. En deze hadden ze dus ook nog in het zwart. Ik ga straks eventjes alles passen. Aan de zijkant heeft hij ook een rits. Om hem open en dicht mee te doen. Maar ik denk eigenlijk wel dat deze past. Dus die. Dan een heel leuk glittertopje. Want voor oud en nieuw zoek ik dus ook nog een outfitje. Daarvoor heb ik ook een beetje dat rokje besteld bij de Zara gisteren. Maar dit zou dus eventueel ook kunnen. Dit is een zilver glittertopje. Je had hem ook nog in het goud, in het zwart en in het donkerblauw. Maar daarvan hadden ze mijn maat niet meer. Ik heb voor zilver gekozen. Maar kijk dit. Holy shit. Het is in ieder geval gewoon een heel simpel hemdje met van die triangeltopjes, zeg maar. En hele dunne bandjes. En aan de achterkant lopen de bandjes naar elkaar toe. Hij is volgens mij een beetje krop, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Want ik heb een leerbroekje met een knoop in het midden. Maar daar lijkt me dit ook wel leuk als je dit dan een beetje erin doet. Het stofje voelt in ieder geval heel dik aan. En hij glimt lekker. Dus die en deze heb ik ook in een maatje 34. Ik weet niet waarom ik alles bij de... Normaal bestel ik alles bij Naked altijd in een maatje 32. Ik weet niet waarom ik nu alles in een maatje groter besteld. Maar oké. Ik heb namelijk ook een witte trui in een XS. En die is dan niet helemaal voor de kerst. Maar ik vind zulke soort truien altijd zo lekker voor in vakanties om gewoon in te chillen. En deze voelt echt super lekker aan. Deze hadden ze ook nog in donkerblauw. En dit is gewoon een hele simpele witte trui met een beetje een patroontje erop zoals je kunt zien. En die heb ik dus in een 34. En dit is gewoon een hele simpele normale witte trui. Dan heb ik ook nog een bralette uitgekozen. Ook in een maatje XS. En ik zag deze op de site en die vond ik echt super super mooi. En mijn zwarte bralette is wel een beetje aan zijn einde gekomen. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Hij schijnt wel heel erg doorschrik.
Oké. Maar dit is hem in ieder geval. Hij heeft echt van die driehoekjes. En aan de achterkant kan je hem ook nog verstellen qua omvang. Dus dat is heel erg fijn. Sommige bralettes hebben dat niet. En dat vind ik zo vervelend. Maar deze heeft dat dus wel gelukkig. En je kan de bandjes ook nog strakker of losser doen. En dit is gewoon een heel simpel zwart braletje. Maar dit staat bijvoorbeeld ook weer heel erg mooi onder het topje die ik nu ga laten zien. Ook met glitters. En deze heb ik wel in een 32. Oké. De kwaliteit van deze voelt echt heel chill aan. Echt heel mooi. Net zoals dat glittertopje. Deze ook. En het is een zwarte glittertop. En ik weet niet of je het kunt zien, maar hij heeft een hele diepe V-hals. En dan in je middel, zeg maar, gaat hij een beetje ploffen. Zit er zo'n elastiek. Super mooi. Dit is ook heel erg mooi, denk ik, op die bordeaux-rode flair. Kijk nou. Oh, zo mooi. Er zitten natuurlijk allemaal van die lovertjes op, van die pailletjes. Maar ik heb niet het gevoel alsof deze er snel afgaan. Want ik weet niet of je dat goed kunt zien. Maar ze zitten er wel echt heel mooi in verwerkt. En het voelt gewoon echt van hele dikke stof aan. Misschien voor het uitgaan zelfs wel een beetje te warm. Maar oké. Die dus in ieder geval. En die V-hals is natuurlijk best wel laag. Dus dan dacht ik, is zo'n braletje er wel mooi onder? Want dan, ja, als je normaal de BH eronder doet, ziet het er een beetje raar uit misschien. Maar met zo'n braletje gecombineerd kan dat wel heel erg leuk zijn. Dus dat was alles wat ik van Naked heb mogen ontvangen. En dan heb ik hier ook nog een zak van Chiquelle. Als eerst ook een soort uitgaansstopje. Die heb ik in een S besteld. Want ik vind Naked eigenlijk altijd heel groot vallen. En Chiquelle is altijd heel klein. Dus deze heb ik in een S'je besteld. Oeh, I like it. Het is wel nog steeds heel klein, maar het rekt wel heel erg mee. Maar het is zo'n topje van gaas, mesh, hoe je dat ook noemt. Met allemaal soort elastieke bandjes er doorheen. Waardoor die heel mooi vorm geeft. Hij heeft korte mouwtjes, hij heeft een beetje een kraagje. Maar dat is wel heel erg leuk. Volgende week viert Zoe haar verjaardag en dan gaan we ook uit. Dus misschien dat ik deze dan aandoe. Dus die. Dan het volgende wat ik eruit pak is deze trui. En ik zag deze trui op de website en ik vond hem echt zo mooi. Dat bij Chiquelle moet je zeg maar altijd een mailtje sturen met iets van 8 items die je leuk vindt. En dan kiezen zij er 4 van uit die ze naar je opsturen. En ik had deze trui echt in 3 verschillende kleuren erop gezet. Omdat ik die trui zo bizar leuk vond. En ze hebben de mintgroene gegeven. Gelukkig is het geen kriebelstofje. Want ik kan echt niet tegen truien die heel erg kriebelen. Maar het heeft een heel klein beetje een kolletje. En voor de rest is het gewoon een lekkere oversized trui. En ze hebben hem dus ook nog in het wit, in het grijs, in het zwart. In een beetje beige. Maar ik ben wel heel erg blij ook met deze kleur. Het is een one size. En dit lijkt me ook heel erg leuk bijvoorbeeld op een leren legging. Die ik niet heb, maar wel heel erg graag wil. Maar op een leren legging en dan een mooi paar gouden kettingjes of zo. Dus die. En dan zitten er nog 2 dingen in. En dit lijkt een beetje... Oh, hè? Dit is van leer. Ik dacht dat het gewoon een wit blouseje was. Maar oké. In mijn vorige Chiquelle unboxing hadden jullie kunnen zien dat ik een zwart leer blouseje had uitgekozen bij Chiquelle. En die hadden ze ook in het wit. Maar ik dacht dat het gewoon witte blousestof was, zeg maar. Maar dat is dus blijkbaar ook wit leer. En dat vind ik wel wat minder mooi eigenlijk, als ik heel eerlijk mag zijn. Het is dus een wit leren blouse, zelfs als die ik vorige keer had in het zwart, maar dan in het wit. Ik weet niet of ik dit nou mooi vind of niet. Het kan denk ik best wel mooi en chic staan. Maar ik had verwacht dat het gewoon normaal blousespul was, zeg maar. Maar in ieder geval deze dus in een 36. En vorige keer zat hij heel erg goed, die zwarte. Dus ik ga ervan uit dat deze ook weer gewoon prima zit. En als laatste nog een blouse. En dit is ook in een maatje 36. En dit is wel van een normaal stofje. En dit leek me heel erg leuk met het Zara-roekje die ik gisteren besteld heb. Kijk, dit is de blouse. En dan dacht ik, het is leuk als je hem dan een beetje openlaat. En half over je schouders. En leuk in het rokje. Alleen, hij ziet er wel ietsjes netter uit in het echt dan ik had gedacht. Ik dacht dat het een beetje zo'n oversized blouse was. Maar dat is het dus niet. Maar in ieder geval deze. En die heb ik dus ook in een maatje 36. En volgens mij zit hij wel gewoon prima. Dus dat. Ik ga nu eventjes de kerstvideo, kerstlook. Oh, wacht. Trouwens. En trouwens, ik heb ook de broek van Nikki in een maatje groter ontvangen. Ik had hem toen ontvangen, maar ik paste hem niet. Dat ik gemaild of ik hem terug moest sturen. Toen zei ze, ja tuurlijk. En dan krijg je een andere in een grotere maat. Dus ik heb nu een maatje groter. Ik heb hem nog niet gepast. Maar die andere was echt net aan te klein. Dus ik denk dat deze wel gewoon moet passen. Dus die. Zo'n coatingbroek. Dat lijkt me ook heel erg leuk met die Chiquelle trui erop. Vanavond gaan we ook lekker uit eten met mijn vader. Want mijn vader is maandag jarig. Maar dan kunnen we allemaal niet zeg maar uit eten. Want ik moet werken, ze moet voetballen.
Dus we gaan vanavond lekker uit eten. Lekker sushi eten. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Maar ik ga nu eerst eventjes die video opnemen voor die kerstlook. En ook een stukje filmen voor die Sugar Hair Bears video. En daarna ga ik eventjes wat inpakpapier halen. Want ik weet niet of jullie het kunnen zien daar. Maar achter die vuilniszak staat een hele hoop met cadeautjes die allemaal ingepakt moeten worden. En aangezien niemand in dit huis... En aangezien niemand in dit huis normaal kan inpakken. En ik dat toen heb geleerd bij de doekloos. Ga ik straks eventjes inpakpapier kopen. En alles inpakken. Zodat het allemaal lekker onder de kerstboom kan. Superleuk. Ondertussen is het 12:15. Ik heb een kerstlook make-up video opgenomen voor jullie. Die komt aankomende vrijdag. Als jullie dit zien online. Dus hou zeker mijn kanaal in de gaten. Als je daar benieuwd naar bent. Ik heb het er alweer afgehaald. Want ik ging daarna nog een video opnemen. Namelijk het beginstukje van de Sugar Hair Bear video. Die video komt wel eens over 3 maanden online, want dat proces duurt 3 maanden. Maar ik heb in ieder geval het intro daarvan gefilmd en de uitleg en alles erbij. Dus, lekker goed bezig geweest. Ik ga eventjes allemaal dozen weggooien, want er staan hier echt superveel dozen en vuilniszakken met alles en nog wat. Dus die ga ik eventjes weggooien. Daarna ga ik eventjes inpakpapier halen bij de HEMA, cadeautjes inpakken. Ik ga als eerst eventjes denk ik mijn nagels lakken, of zal ik dat daarna doen? Ik twijfel. Nee, ik ga eerst mijn nagels lakken, denk ik. Want ik ga het met een gel lakje doen. Ja, ik ga eerst mijn nagels lakken. Dan ga ik alles weggooien. En dan ga ik eventjes inpakpapier halen om cadeautjes in te pakken. Ik heb dus die nieuwe trui aan van Chiquelle. En ik vind het echt een superleuke trui. Dat halsje ook heel leuk. Hij kriebelt wel een beetje nu ik hem aan heb. Maar vaak als je een trui 1 keer was, dan is dat ook wel weg. Ik wil deze trui echt met zoveel andere kleurtjes. Maar deze kleur vind ik echt heel mooi. En hij zit ook echt super leuk. Kijk, als je dan een leuk goud kettingje om hebt. Ik kreeg dus heel veel vragen waar dit kettingje van is. Maar ik weet het echt niet meer. Ik heb hem toen een keertje van de Instagram webshop gekregen. Alleen ik weet gewoon niet meer van welke. Ik weet gewoon niet meer van welke. Dus daar kan ik jullie helaas niet bij helpen. Ik weet wel dat het merk Zag ZAG het wel heeft. Alleen die is al heel erg lang uitverkocht. Dus ik denk dat dat gewoon een oude collectie is. Maar ik krijg dus voor de kerst krijg ik van mijn oma een ander kettingje. Dus dat zat hier ook heel erg leuk mee in. Ik vind deze trouw echt zo leuk. Ik heb de kleding alvast een beetje gepast net. Deze zit echt heel lelijk bij mij. Zelfs een beetje jammer. De Nikki broek zit gelukkig goed. En die staat ook echt super leuk onder deze trui. En de rest van de items heb ik nog niet gepast. Dus dat zal ik straks wel eventjes laten doen of morgen. Maar nu ga ik eventjes lekker mijn nagels lakken. En daarna al deze troep opruimen en inpakpapier kopen. Nou, ik was dus van plan 2 uur geleden om cadeaupapier te halen en al deze zooi weg te gooien. Maar toen is het echt keihard gaan regenen en het is gewoon niet meer, het is niet meer gestopt. Het is ook nog steeds aan het regenen. Dus ik ben eigenlijk al heel de tijd aan het wachten totdat het klaar is met regenen. Maar ondertussen heb ik eventjes mijn nagels gelakt met een nieuwe gel lak die ik heb. En voor de kerst, ja, ik ga het maar gewoon alvast laten zien. Voor de kerst krijg ik van mijn vader deze pink shellac starter set. En ik heb net ook op Instagram een soort van een sneak peek gegeven over een Instagram account die ik heb aangemaakt. Lots of Love heet het. En dat wordt mijn soort nagel beauty account. Ik wil namelijk heel erg graag klanten gaan behandelen, mensen gaan helpen. De nagels met gel lak te voorzien. Ik heb allemaal leuke kleurtjes uitgekozen. Dus dat lijkt me heel erg leuk om te gaan doen. En dat wil ik vanaf januari gaan doen. Ik wil eerst eventjes midden januari mijn ondernemingsplan inleveren. Zodat dat even helemaal afgesloten is. En dan daarna, dus eind januari, wil ik hiermee gaan beginnen. Zodat ik ook nog eventjes een maandje de tijd heb om een beetje te kijken van hoe en wat ik het wil. Sam, een meisje uit mijn klas, die gaat me een soort wimperlift cursus geven. Dus dat komt er ook aan. Dus ik ga ook wimpers liften. Voor nu in het begin is het alleen nog eventjes gel lak. Maar vanaf denk ik februari ongeveer zou ik ook wimpers gaan liften. Dus daar heb ik echt super veel zin in. En het heet dus Lots of Love. En niet Beauty by Fleur of zo, bla bla. Omdat het eerste Beauty by Fleur vind ik gewoon echt een stomme naam. Want iedereen noemt ze Beauty sowieso. En Lots of Love, omdat ik er ook nog misschien andere dingen mee wil gaan doen. Dus niet alleen nagels, maar misschien hint of jullie goede tijden kijken. Ik kijk het namelijk wel. Daar heb je dus CS, dat is een concept store, zeg maar. En daar kan je dus je nagels laten doen. Maar je kan daar ook kleding kopen en woonaccessoires en zo. Dat lijkt me gewoon best wel gaaf om te hebben. Gewoon een soort CS van goede tijden. Gewoon een pand waar je je nagels kan laten doen. Maar je hebt er ook gewoon een soort winkelafdeling. Je kan er smoothies halen. Je hebt er eigenlijk van alles. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Dus vandaar Lots of Love. Dat het niet gekoppeld is aan beauty of fashion of zo. Want Lots of Love kan in principe voor alles. Dus ja, heel leuk. Ik zal het linkje ervan in mijn beschrijving zetten. En vanaf eind januari kunnen er dus afspraken gemaakt worden. Maar het zal ik allemaal dan nog wel in een video of op Insta zetten. Dus ja,
Ik heb nog steeds, zoals jullie zien, mijn badjas aan. Het is ondertussen volgens mij alweer 4 uur. Ja, 3 over 4. En ja, oh, ik heb nog een tip. Een hele goede tip. Ik had dus bij AliExpress allemaal dingetjes besteld voor een video. Maar er was één iets wat te laat binnenkwam. En dat waren deze sokken. En dit soort sokken heb je altijd bij de Primark. Super lekkere warme sokken. Maar deze waren dus maar 1,10 euro op AliExpress. Je moet er wel super lang op wachten. Maar ik heb dus... Oh, sorry, ik heb mijn benen niet geschoren. Maar ik heb dus leuke... Zacht roze en grijs. En ze zitten echt super lekker. Als ik hier nog een linkje van kan vinden, zal ik het in de beschrijving zetten ook. Maar ik weet niet of de koper ze alweer heeft weggedaan. Want het is echt 2 maanden geleden dat ik dit heb besteld. Maar oké. Maar goed. Wat ging ik doen? Oh, ik ga eventjes mijn andere hand lakken. Daar was ik nog niet aan toegekomen. Dus dat ga ik doen. En eventjes wat eten. Want ik heb heel de dag nog niet gegeten. Maar we gaan vanavond lekker sushi eten. Dus ik wil eigenlijk al mijn eetlust bewaren voor vanavond. Zodat ik lekker veel kan eten. Dat dacht ik ook. Ja. Ik zag mijn leven voorbij.